Wie Amsterdam komt binnenrijden, wordt duidelijk gewaarschuwd zijn auto niet op het trottoir te parkeren. Want tegen dat euvel is de hoofdstedelijke politie nu een, wat genoemd wordt, harde actie begonnen. En menige Amsterdamse voetganger zal daar van harte mee instemmen. Want vooral in de binnenstad was er voor hem op de stoep vaak geen plaats. Ook van de automobilisten die in Amsterdam moeten rijden, zal men geen kwaad woord horen. Want één verkeerd geparkeerde auto kan vaak het hele verkeer in smalle straten voor lange tijd vastzetten. En de parkeerder zelf? Er zijn in de binnenstad zo'n 35.000 parkeerplaatsen. Maar als er behoefte is aan zeker 100.000, dan krijg je situaties als deze. Dan wordt er op de stoep geparkeerd. En dan ga je tegenwoordig onherroepelijk op de bon. Zeker als je ook nog op een duidelijk verboden plaats staat. De Amsterdamse politie trok met 160 man de straat op en deelde alleen al op de eerste dag van de actie ruim 1800 bekeuringen uit. Het gevolg was dat in vele straten de auto's van het trottoir verdwenen, maar dat de verstoppingen er daardoor veel groter werden. De autochtone Amsterdammers benaderen het parkeerprobleem soms met veel gevoel voor humor. De politie zegt dat de campagne al duidelijk succes heeft, maar de middenstand is ontevreden, want vele automobilisten blijven nu uit het centrum weg.